Vanmorgen om 6 uur begon voor de Ford werknemers hun laatste productiedag in de fabriek. Een moeilijke dag, maar eentje waarvan ze al 2 jaar wisten dat die eraan zat te komen. Onze journalisten Thomas van der Rijt en Dirk Billon trokken vanochtend naar de poort van de fabriek. Een verslag. Voor de laatste keer wandelen de werknemers van Ford Genk door de metalen toegangspoorten. Nog 1 dag werken en dan zit voor velen een lange carrière in de fabriek erop. Ik heb nooit ergens anders gewerkt. Dat is hier. Ik heb 37 jaar erop zitten nu. En ja, ergens doet het toch wel pijn hoor. Het is, als we binnenkomen, is alles heel leeg. En het is, als je 38 jaar hebt gewerkt gehad, is het toch altijd weer een deel wat van je leven weg is. En je moet helemaal opnieuw beginnen. 2 jaar geleden maakte Ford de sluiting bekend. 2 jaar lang leefden ze hier toe naar deze laatste dag. We zijn al een paar dagen kapot. Gisteren heeft de chassis afgelopen, eergisteren heeft de rem afgelopen. Vandaag ja, nog een paar laatste wagens en dan is het gedaan. Een begrafenis, zo zie ik dat. Als je die laatste 2 wagens meeloopt en die mensen die dan die laatste wagen maken, dat is triestig. Hè? Die heeft zelfs te lang geduurd. Ja. 2 jaar. Ja, 2 jaar in hun opzicht staan vind ik persoonlijk veel te lang. Ja. Dat had veel rapper moeten gaan. En wat er vanaf morgen gaat gebeuren is voor velen nog een vraag. Ja, wat nu? Dus ik weet het ook niet. We zullen wel zien wat de toekomst brengt. Ik heb al gesolliciteerd, maar of dat iets uit al weet ik niet. Heb je goede hoop? Afwachten. Ziet u nog een toekomst voor deze fabriek, een overnemer? Ik hoop het, ja. Dus ik hoop het, want er zijn heel veel bekwame mensen. Ik hoop het, ja.